Wat ik de laatste jaren erg graag doe, zijn kringgesprekken. En ik ben er ook goed in, zal ik maar zeggen. Ik noem ze ontwikkelcirkels. Er wordt een onderwerp in het midden gelegd en mensen wisselen om beurt hun meningen, gevoelens en ervaringen uit. En zo ontstaat er kruisbestuiving en komen we tot gezamenlijke inzichten. Prachtige, prachtige processen. Het wordt meestal door de opdrachtgever georganiseerd en ik kom ter plaatse om het gesprek te faciliteren. Nu wil ik het even hebben over drie factoren, succesfactoren, die meestal vergeten worden door de opdrachtgever en die bij de deelnemers niet in hun bewustzijn zitten. Het zijn factoren die van invloed zijn op het resultaat. Achteraf krijg je dan evaluaties van deelnemers. Het heeft toch niet goed gewerkt, die cirkel. Of we hebben ons niet verbonden met elkaar. Of we zijn niet tot een resultaat gekomen. Maar door mijn ervaring ben ik me dan bewust dat er een invloed is geweest van drie factoren. Nummer drie, dat is de opstelling van het lokaal. Als mensen achter tafel zitten, dan zullen zij zich minder verbinden en is er minder kwetsbaarheid. Ik wil een lokaal waar dat we stoelen in een cirkel kunnen zetten. En dat is wel een beetje akelig in het begin, omdat het zo open is. Maar die start hebben we nodig om een bepaald resultaat te bereiken. De opstelling van het lokaal. Nummer twee is de enorme invloed van licht. Mensen zijn er zich niet bewust van welke invloed het heeft op hun verbinding of kwetsbaarheid. Te veel licht, TL-lampen bijvoorbeeld in organisaties, zijn te koud, te professioneel, geven niet die warmte om in een gemeenschap te gaan. Maar te weinig licht is ook niet oké. Schemerlicht, zoals in een gezellig café, dat kan wel verbindend werken, maar in een ontwikkelcirkel moet er gewerkt worden en mensen moeten zich openstellen. Er is dus juist voldoende licht nodig en juist genoeg warmte om dat proces op gang te brengen. De nummer één van de meest vergeten factor, minst in het bewustzijn van deelnemers, is de enorme impact van resonantie, de akoestiek die in een lokaal aanwezig is. Want het geluid dat wij produceren door onze stem is een geluid waarmee dat we elkaar raken. En dat geluid komt in ons lichaam en geeft ons het gevoel van verbinding. Het is niet de inhoud van wat gezegd wordt, maar de geluid als resonantie die een impact heeft op de kwaliteit van verbinding. En ik ben me er weer enorm bewust van geworden met onze laatste opdracht in een theaterruimte waar er absoluut geen resonantie was in het lokaal. En mensen nadien zeggen, er was toch niet zoveel verbinding tussen ons. En ik was me er erg bewust van dat het gebrek aan resonantie maakte dat er ook niets gebeurde met de lichamen van ons allemaal terwijl we in die kring aan het werk waren. De opstelling van het lokaal, het licht, maar vooral de akoestische resonantie hebben een enorme impact op de mate waarin wij ons verbinden als mens met elkaar, waarin wij ons kwetsbaar opstellen en een gemeenschap vormen. Iets om over na te denken.